kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 2 december, 10:30. En ik heb me even klaargemaakt. Of nou ja, ik heb me eigenlijk alleen even aangekleed. Want ik ga mijn nagels laten doen. Weer is, na echt vet lang. Ik ga weer acrylnagels doen. Ja, mijn nagels zien er nu zo uit. Heel zielig en klein en ja, gewoon lelijk. En ik had natuurlijk super lange acrylnagels. Dus ik ga het weer laten doen. Ik heb er echt veel zin in. Eindelijk weer mooie nagels. En na mijn nagels laten doen ga ik gelijk door naar de garage met mijn auto. Want hij piept heel raar bij het remmen. Dus hij moet even gecontroleerd worden. En als jullie zin hebben in de video, doe alvast even een duimpje omhoog. Abonneer ook even op mijn kanaal hieronder. En volg me ook even op Instagram. _IsaLuna. Oh ja, wat ik aan heb is dit truitje van Chiquelle. Deze is zo zacht. Die trui van Chiquelle is echt heerlijk. En dan met deze straight crop jeans van de Bershka. Hey, ik ben klaar met mijn nagels doen. En het is echt heel mooi geworden. Kijk. Ja, het is paars. Ik zal het zo meteen heel veel goed van de voorkant laten zien. Maar ik heb een paars kleurtje en het is zo mooi geworden. Ik voel me wel weer echt heel incapabel of zo. Ik kan gewoon helemaal niks. Ook mijn camera open doen, mijn knopje eraf en zo. Het lukt allemaal niet meer. Omdat ik natuurlijk echt vet lang geen nagels meer heb gehad. Dus het is echt lastig nu weer alles doen. Maar dat is even wennen een paar dagen. En dan lukt het ook allemaal gewoon weer wel. Maar ik zal het even zo laten zien. Dit zijn ze geworden. Het is echt zo mooi geworden. Super strak. Ja. En echt een mooie paarse kleur. Het glanst ook helemaal mooi. En aan mijn andere hand hetzelfde. Ik ben weer thuis van de garage. Mijn auto piepte dus heel erg bij het inparkeren. Als ik zeg maar scherp stuurde met mijn koppeling tegelijkertijd in. Ik remde, stuurde en mijn koppeling in had. Maar ja, drie keer raden wat hij niet deed toen ik daar was, piepen. Dus hij kon niet horen waar het vandaan kwam. En hij had even gecheckt en alles zag er goed uit. Dus ik was voor niks. Kijk, zo zien ze eruit. En ik ben er zo blij mee. Ik vind ze echt vet mooi geworden. Mooie kleur ook, mooi paars. Mooi paars, ja, het is paars, duidelijk. Goed verhaal. En trouwens, ik had een bikini besteld bij Bayou The Label met Black Friday. Want die zijn normaal 80 euro volgens mij voor een broekje en een topje samen. En er was nu 45% korting, dus het was 48 euro geloof ik nog met verzendkosten. Deze, zo leuk is die. Ik heb er nog eentje. Ja, deze is het. Hij is zo mooi, maar ik vond hem elke keer best wel duur. Maar nu was die korting erop, dus ik dacht ik bestel hem. Dus die kon elk moment eigenlijk binnenkomen deze dagen. En ik heb ook van die Colistar drops besteld voor bruining in je gezicht. Want mijn gezicht is zo wit, maar ik wil eigenlijk niet naar de zonnebank. Ik wil eigenlijk wel, maar slecht voor je huid, dus dat ga ik niet doen. Dus ik heb van die bruining drops besteld, dus die komen ook binnen. We hebben lekker gegeten en er is een kerstpakket binnengekomen van mijn vader, dus dit is hem. Vorig jaar heb ik hem ook laten zien in een vlog. Precies een jaar geleden waarschijnlijk ongeveer. Dam, 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 dam. Hey! Pippelhoek! Oké, de bovenste laag. Er zat echt heel veel in. Wat zijn dit? Almond dips. Hey, deze zijn nieuw hoor. Skinny coated. Lekker. Appelcrisp. Oh, ik ga yeah, deze even erg lekker. Yeah. Yeah. Chocola. Raspberry. Framboos. Frambozen truffel. Wat? 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 Oh, handmade with love. Sinterklaas Santa's. Ja, die zijn leuk. Die zijn lekker. Oh, lekker een beetje al. Wat zijn dit? Heb De blauwe kaas. Koekjes. Cheddar cookies. Blauwe kaaskoekjes. Nog meer koekjes. Deze zijn wel altijd lekker hoor. Wat is dat dan? Die crisps. Hey, het is 2:50 en dinsdag 3 december. En ik heb de hele ochtend, middag niet gefilmd. Ik ben alweer thuis van school, want ik ging mijn schooldag in het hbo filmen. Die staat trouwens al online als jullie deze video kijken. Eerst zei ik van niet, maar hij is afgelopen vrijdag voor jullie online gekomen. Dus als je die nog niet hebt gezien, ga zeker even kijken. Maar ik ben weer thuis van school. Ik zou tot 5 uur school hebben, maar opeens was ik om 12 uur al uit, want al die laatste lessen vielen uit. Maar ik
zal ook nog even mijn outfit van vandaag laten zien. Al zeg ik het zelf, een very cute outfitje. Deze had ik in mijn broek. Maar ik heb dit shirtje aan van Vans. En daaronder een kooltruitje van volgens mij de Pull & Bear. En dan met deze mom jeans van de Bershka. Ik vond het wel een leuk outfitje. Maar waarom ik mijn camera er eigenlijk bij pakte, is dit pakketje. En volgens mij is dit mijn bikini van Bayou de Label, die ik met Black Friday besteld heb. Ik hoop het heel erg, want ik had zo'n zin om die te ontvangen. Oké, daar komt die. Tam, 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 tam. Yes, zo leuk. Maar dit is de bikini. Hij is dus van Bayou de Label. En het is dit broekje. Heel leuk. Ziet er echt mooi uit. Ik weet niet wat... Oh, dit is de achterkant en dit is de voorkant. Dit broekje. Het is in een maat M volgens mij. En ik heb het topje volgens mij ook in een maatje M. Ja. En dit is het topje. Ze hebben van die triangle topjes. Of hoe heet dit? Dit heet geen triangle. Dit heet... Ja, zo'n soort BH topje zeg maar. En dit is het topje. Echt zo'n mooie bikini. En aan de achterkant staat hier in het goud Bayou. Oké, dit is de bikini en ik vind hem echt heel erg leuk. Hij past echt perfect. Ik heb het broekje en het topje in een maatje M. Ik heb mijn onderbroek er nog onderaan, maar die heb ik even weggestopt. Maar ik vind hem echt mega leuk. Ik ben er echt heel erg blij mee. Vet leuk ook voor Aruba. En van de achterkant ziet hij er zo uit. Ja, ik ben hier super blij mee. Echt heel erg cute. Lot en ik gaan lekker custardvla maken en dan rijst er doorheen zodat het een soort rijstvla wordt. Okay. Ik hoop dat het lekker wordt. Custard suikermengsel met melk mixen. Het is af en ik ga het proeven. Als het klaar is wel, ja. Hey, het is woensdag, 10:30. Ik ben al een hele tijd wakker, maar ik ben nu pas beneden. Ik ga even ontbijten en ik moet op naar school om 3:30 begin ik. Volgens mij, of ik begin om 4:10, mijn bus gaat om 3:30. Dus ik heb nog even een tijdje niks. Ik ga even wat ontbijten, ik weet nog niet wat, broodje of zo. En dan ga ik even editen en chillen. En dan ga ik straks even aankleden. Want ik dacht, ik hou nog even lekker mijn pyjama aan. En richting school. Oh ja, en volgens mij komt er zo meteen een pakketje van Naked. Want ik had volgens mij 2 bralettes en 1 BH besteld. Dus ik heb zin dat het komt. Jongens, hebben jullie hem al gemist? Vins op de vlog. We zijn even aan het facetimen. En ik heb een broodje met boter en zout. Dat vind ik lekker. Geroosterd. En een latte macchiato. En ik ga zo meteen poffertjes maken. Want die hebben we nog. Hoe is het met je, Vins? Moe. Moe. Hoe laat is het bij jou? 7:30. 7:30. Oké, vroeg. Nou, doei. Doei. Oké, ik heb een pakketje van Naked ontvangen waar ik het over had. Is het eigenlijk raar om een bralette te laten zien? Nee, vind ik niet raar. Bralette. Een BH ding, weet je wel. Maar dat vind ik niet raar, want het laat toch ook bikini zien. Ik weet niet wat voor bikini het is. Ik heb 3 dingetjes besteld met Black Friday. En als eerste deze. Zijn toch alleen maar meiden die kijken. Nou, dat weet je niet. Jawel, dat kan ik zien. Ja, 2% is een man. Dat zijn opa en papa. Nou ja. Als eerste... Deze. Dat kun je wel laten zien. Die is schattig. Echt heel schattig. Kijk, zo'n braletje is het. En hier zit wel dit in. Dus het is niet helemaal doorschijnend. Maar het is heel leuk. Ik hoop dat het past. Ik heb het in een maat 75C. Ik wist niet wat ik moest. Ik dacht, ik doe er maar eentje waarvan ik denk dat het wel prima zit. Het ziet er wel goed uit. Dus het zal vast passen. Dan de volgende. Deze gewoon heel simpel. En dat is volgens mij in totaal €40 voor 3. Dat vind ik meevallen. Dit ziet er heel klein uit. Hoe ziet dit er zo klein uit? Dat is heel klein, dat klopt niet. Kijk, deze, maar dit ziet er echt mini-muizig klein uit. Dat is een maatje A.
Ja, maar dat was het helemaal niet. Voor mij zit echt een maat M of zo. En het kaartje is er ook af. Hier. Oh, S. Ja, S is misschien een beetje te klein. En ik heb nog deze witte. Maar ik dacht dat hier zeg maar ook zo'n beetje vulling in zou zitten als bij dit. Want anders kan je het nooit echt aan. Zeg maar. Ja, het kan wel, maar het is niet echt heel fijn. Vind ik. Maar dat is deze. Een witte. Het is wel heel schattig trouwens. En ook in een maatje S. Dit ziet er wel weer normaal. Het is wel echt heel mooi. Maar ja, dit doe je eigenlijk nooit echt aan. Denk ik. Ik heb me even omgekleed. En van die braletjes die ik net... die BH's en bralettes die ik net aan had. Was die ene waarvan ik zei dat ik dacht dat hij te klein was. Inderdaad te klein. Dus die ga ik terugsturen. En die andere zijn goed. Eén daarvan heb ik nu aan. Ik zal even laten zien wat ik aan. Ik heb hier en hier trouwens nog een stipje concealer. Ik moet even intrekken voor ik het... voor ik het erin... hoe heet dat? Blend. Ik heb deze trui aan van de H&M. Maar die is niet meer te koop. En dan met deze broek van de Zara leren broek. En dan met deze glittering erbij van de Bershka. En ik vind het wel heel schattig dat je dan hier zo... kijk, dat kanten detail ziet. Met die gouden kettingjes. Oh ja, en ik heb ook andere oorbellen in dan normaal. Namelijk... nou, eigenlijk alleen deze heb ik anders in. Deze van Lucy, wat groter. Dus dan doe ik mijn haar in een staartje en dan... zometeen een wat hogere staart en dan vind ik het er wel leuk uitzien. Ik vind het de laatste tijd dus echt weer heel erg leuk om een hoog staartje in te doen. Morgen heb ik trouwens een afspraak bij de huidtherapeut. Ik heb daar eerder peelings gedaan. Maar nu ga ik een, krijg ik een consult voor de dermapen volgens mij. En dan gaan ze met hele kleine naaldjes in je huid. En dat moet littekens weghalen, acne littekens. Je ziet het nu niet heel erg, maar je ziet het wel hier. Ik heb vrij veel littekens. Wel weer heel handig. Met deze nagels kan ik soort van gewoon mijn haar borstelen. Met mijn korte nagels moest ik hier echt een borstel voor pakken. Dan ziet het er ongeveer zo uit en ik vind het wel cute staan. Ja, ik ga even die concealer erin blenden. En dan nog eventjes wat eten pakken en mijn tas inpakken. En richting school. Ik ben weer thuis van school en we hebben avond gegeten. En ja, ik heb weekend trouwens. Want normaal heb ik op vrijdag altijd nog school. Het is nu een donderdag mijn vrijdag. Op vrijdag heb ik school. Maar vrijdag heb ik geen school meer. Want ik hoef niet naar al die lessen. Dus dat is heel erg fijn. En morgenochtend moet ik werken bij de zorgcirkel van 9 tot 12. En dan in de middag heb ik die huidafspraak. En in de avond gaan we gezellig Sinterklaas vieren. En we gaan sjoelen. En we gaan chocoladefondue doen. Lot, we gaan toch chocoladefondue doen? Ja, ik moet wel kopen. Ja, ik moet even de spullen ervoor halen. Daar heb ik echt zin in. Oh ja, Lot heeft nieuwe schoenen. Ik ben trouwens 2 uur uit. Echt? Dan moet je ook... dan kan je met mij mee als je wil. Spek en ananas, hè? Spek? Oh, spekjes. Ja, en ananas. Ja, ik en aardbeien. Lot heeft nieuwe schoenen. Deze. Superleuk. Jordan 1. Hey, goedemorgen. Het is donderdag 11:30 en ik heb al gewerkt vanochtend. Ik ben nu weer eventjes lekker in mijn bed. Ik heb me even een soort van omgekleed. Ik heb deze trui van Ambu aan en daaroverheen dit jasje van Come Get Fashion. Ik zal het linkje even in de beschrijving zetten. Deze is zo leuk. Hij is zo lekker zacht ook. Niet normaal. Ik heb nog mijn pyjama broek aan, maar ik ga even een spijkerbroek van beneden pakken. Hey, ik heb net die afspraak gehad bij Mediderma. En ze had me gewoon heel veel informatie gegeven. En zei dat ik waarschijnlijk het beste een paar behandelingen kan doen. En dan zeg maar alleen rondom mijn mond. Het kan voor mijn hele gezicht. Het is zeg maar een ophef voor je hele gezicht. Maar ik wil juist zeg maar die plekjes rondom mijn mond wegkrijgen. Dat ik dat het beste kan doen. Dat ik het best kan beginnen na Aruba. Aangezien de zon het soort van... Dan heb je een soort van voor niks gedaan. Omdat de zon het weer... Een soort van verpest. Schrijf naar even met mama overleggen en kijken wat ik ga doen. Maar ik wil het wel heel graag. Sowieso proberen. En dan zie ik wel hoe het gaat. Ik ga nu richting Lots school rijden. Richting Lots school rijden. En haar ophalen. En dan gaan we eventjes naar de Albert Heijn om lekkere dingetjes te halen voor vanavond. We zijn weer thuis en dit is wat we allemaal gehaald hebben.
kruidnotenmix, want Lotte en ik gaan zo meteen lekker pepernoten bakken. Chocola om voor chocoladefondue te doen. Aardbeien voor in chocoladefondue, koekjes voor in chocoladefondue. Dit voor vanavond, speculaasreepjes, chocoladepepernoten, spekjes voor in de chocoladefondue. Ik heb net de hele tijd geëdit en mijn video's af. En ik heb deze, wow, drie thumbnails. Als eerste deze, ik denk dat dit hem wordt. Als tweede deze. En deze. Ik ben echt super blij. Lot? De goeie Sint. De beste vriend, de beste vriend. Nee, ik vind de video echt heel leuk geworden. Ik denk echt een van mijn leukste video's tot nu toe. Dus als jullie nog niet gezien hebben. Ik ben benieuwd. Die morgen online komt van de schooldag. De vuur staat al klaar hier. Leuk, hè? Je gelooft het bijna niet. Mam, zet nou uit. Lot en ik gaan deze kruidnoten bakken. We zijn allemaal lekkere dingetjes aan het klaarzetten in bakje. Kijk wat er uit de oven komt. Snoop. Ja. Lot. Oeh. Oh, ging goed. Ik dacht even wat de hel, maar het ging goed. Oeh, het ziet er echt goed uit, hè? Ja. We hebben één pepernootje. Een blaadje basilicum erin gedaan. Degene die het eet. Heet? Die moet, eet. Moet een liedje zingen. Fok ons leven. De chocola was helemaal gesmolten. En toen deden we slag naar mij. Nu is het helemaal gestolkt. Dus, kut. Het is een soort van gelukt slash mislukt. Maar het stroomt. En we gaan er nu lekker op eten. Adios. Daar gaat ie. Ik heb 82, papa heeft 67 en Is is nog bezig met de laatste ronde. Oeh. Ja, dat is zonde. Nee, ik heb maar 30 punten of zo. Handen. Leuk spel, dit. Een heel leuk spel. We hebben net 30 seconds gedaan. 30. Wij begonnen! 30 seconds. En mama en papa hebben gewonnen, maar net aan. En we gaan nu even first dates kijken met de fam, want dat is leuk. Dus. Zo. Hey. Goedemiddag. Het is zaterdag 7 december en twee hele leuke pakketjes gekomen. Let me grab it. Deze twee. Deze van United Wardrobe. En dat is dat bruiningsspul wat ik had gekocht. Dus ik hoop dat dat goed is. Want het is natuurlijk wel een beetje tricky om bruinings, om zeg maar cosmetica te kopen voor United Wardrobe. Maar ze zeiden dat het nog dicht zat. En het was een stuk goedkoper. En deze is van My Jewelry. Ik mocht daar een paar dingen uitkiezen. En dat moet voor het Insta post. Maar ik dacht het is ook wel leuk om te laten zien in mijn video. Het is niet gesponsord, alleen gekregen. Dit is het. Oh ja, het zit inderdaad. Oh my godje. Ja, het zit inderdaad nog helemaal in de verpakking. Nog helemaal niet geopend. En dit is het. Het is zelfbruiner. Maar dit is dus echt super goede van Colistar. Want best veel vriendinnen van me gebruiken dit. En je wordt er zo mooi natuurlijk bruin van. Hier zit alles in. Echt vet leuk. Een jurkje, een mus. En hier zitten de sieraden in. Ik ga beginnen met het jurkje. Dit is zo leuk. Het is eigenlijk een onderjurk. Maar ik zal het even laten zien. Het is een maatje M heb ik gekozen. Zodat het een beetje oversized is. En kijk, het is dit. Even staan. Dit jurkje. En het is zo schattig. En deze muts, deze is 10 euro trouwens. Oh, de prijzen staan hierop. Dat jurkje is 25 euro. In een maatje M dus. Deze is 10 euro.
En dit vond ik wel heel erg leuk voor de winter. Ik hou wel echt van mutsen. Ik zocht net nog een muts, maar ik kon niet vinden. Alleen zo, denk ik. Ja. Wat schattig. Ik hou van mutsen. Het is zo lekker. Dit zijn de sieraadjes die ik heb gekregen. Deze oorbellen. En dit kettingje en deze oorbellen zijn 20 euro. En dit kettingje is ook 20 euro. Dit zijn eigenlijk echt die super bekende oorbellen van mijn jewelry. Zeg maar van die ringetjes. En dan staat er Amour op. En dan als tweede dit kettingje. En die past er eigenlijk soort van bij. Want hier staat ook Amour op. Maar ik hou van dat soort chain kettingjes. Ik heb er nu ook één om van mijn jewelry. Die andere ook van mijn jewelry. Maar ik vind dat zo leuk. En ze verkleuren niet trouwens. Ik heb het altijd om met douchen al, ik denk, half jaar of zo. Met douchen, slapen, gewoon altijd zwemmen in de zee. En ze verkleuren niet. Dus dat is echt top. En daar staat Amour op. Dit is zo leuk. Ik ga het omdoen. Ik weet niet echt, het past niet echt bij de dingen die ik nu om heb. Maar boeit me niet. Ik ga het alsnog omdoen. Oké, jongens. Hoe schattig is dit? Met het kooltruitje eronder. En dan die gouden kettingjes. En dit jurkje. Heel leuk. Ik heb alleen nog zo'n goud kettingriempje die ik erbij wil doen. Alleen die ben ik even kwijt. Dus die ga ik later even zoeken. Ik denk dat ik vanmiddag gelijk even een foto ga maken als ik klaar ben met leren. Maar ik vind het echt zo leuk. Hij schijnt trouwens niet door. Oké, nou dit ga ik vanaf nu laten intrekken. Het ziet er nu zo uit. Dus ik ben benieuwd hoe het er straks uitziet. Ik ga even snel mijn handen wassen. Mam en pap hebben een kerstboom gehaald. Oh, wat? Schaar? Daar gaan we. Ja. Joepie! Ik zet wel. We hebben gegeten en ik heb net wat voorbereidingen gedaan voor een video. En het wordt zo leuk. Ik ga nog niet vertellen wat het is, maar het wordt zo leuk. Ik ben er helemaal enthousiast over. Maar we gaan nu richting de bios. We gaan naar Le Mans met de hele familie. We zijn al nog nooit. Ja, één keer op in Santorini. Met z'n allen naar de bios geweest. Kan je daar gewoon op klikken? Ja, dat. Wow, dat gaat snel. Eigenlijk wel nog een beetje. Dat kan niet. We zijn in de bios en je ziet ons niet, want we zijn vergeten het licht aan te doen. Het is helemaal donker vanaf dat we binnenkwamen. Ik denk dat de medewerkers... Oh, die film gaat al beginnen. Nou, oké, okay, doei. We zijn gewoon te laat. We zijn weer thuis van de film en het is 10:45. Ik ga ook lekker bed in en de film was trouwens echt heel erg leuk. Het ging over een race tussen Ford en Ferrari. Maar ja, was leuk. Ik ga mijn bed lekker in, slapen en morgen op tijd opstaan om te gaan leren. En nu echt te gaan leren, want ik heb maandag tentamen. Dus het moet wel. Dus ik zie jullie morgen. Hey, goede morgen, het is zondag en het is 11 uur. Ik ga vandaag de hele dag leren, want ik heb morgen tentamen. Dus ik ga deze video hier afsluiten, want het is toch niet echt interessant voor jullie om te zien hoe ik de hele dag ga leren. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Zo ja, doe even een duimpje omhoog. Abonneer ook even op mijn kanaal. En volg me ook even op Instagram, /Isaluna. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doeg!